We zijn nu in het squashcentrum Nieuwe Sloten. En hier gebeurt het. Het interactief squashen. Dat de enige baan in Nederland. En de derde baan in de wereld. In Alphen aan de Rijn. Hoe cool is dat? Mark is de initiatiefnemer van het interactief squashen. En aan tafel zit ook zijn dochter Sanne. Ja. En squash je al lang? 8 jaar nu. Nou, ik heb hem aangestoken, ja. Eerst niet, ik vond het eerst heel stom, allemaal andere sporten gedaan. En, ja? Zo, en toen ging ik met vriendinnen van de hockey doen en toen vond ik het steeds leuker. En toen dacht ik, oh, nu wil ik er eigenlijk ook wel goed in worden. Ja? En ben je er goed in? Ja, nee. Het is toch wat je zelf zeggen. Ik ben nu nummer 5 van Nederland bij de wow. senioren. En op de wereldranking sta ik 135. En het interactief squashen, doe je dat ook al eens? Ja, nee, sinds het vrijdag is heb ik elke dag op de baan gestaan, ja? Eigenlijk. Ja. Is het het leuker maken, zeg maar? Vooral je solo trainingen vind ik veel leuker. Oh, solo training, ja, is dat je in je eentje op de baan zit en dan skills oefent. Ja. En dat maakt het niet veel competitiever, dus ik wil mezelf echt alleen maar verbeteren. Zeg maar qua trainen, jij traint natuurlijk op topsportniveau, ja, eigenlijk. Heb je daar ook echt voordeel, ja, voordeel zeker, aan? Ja, zeker. De trainingen die je kan doen zijn heel leuk. Hij helpt precies bij hoeveel fouten je slaat en de spelletjes zijn gewoon echt heel leuk. Voornamelijk de reden dat we hem hier doen. En omdat ik zeg maar de initiatiefnemer ben en ik vond toen de eerste filmpjes op Facebook verschenen, vond ik het al geweldig. Ja. Ben om naar Duitsland te gaan om te kijken van wat het was. En ik vind, nou, ik spring er gewoon bovenop. Ja. Nou ben ik wel echt heel benieuwd. Ja. Ja. Even gaan kijken? Ja. Ja hoor. Ja. Ja. Top. Dus je hebt een interactive squash app. Houdt die hier zo bij hoe ik het doe, zeg maar. Oh ja, dus dat is zo voor je trainingen ook. Ja, ja. Ja. Oké, dus dan heb je racket zo recht voor je en dan geef je hem een hand. Dit lijntje in het veld. Dus dat moet, ja, altijd dat je racket dus open staat. Omdat, ja, je onder de bal wil komen en omhoog wil staan. Hier kan je echt mee trainen. Ja, ja. Zeker. Het staat zo dan slaan. Je. Oh, draai in, schouders. Draai in. Ja, ja, dit is dus de bal. Ja. Yes. Dus wil je dit doen voor je vast een spelletje? Nou, we kunnen dit wel heel veel doen. Ik moet, ja, sowieso even kijken of ik überhaupt kan slaan. Dus gaat de bal warm slaan. Ja. Anders dan stuit het. Monster match. Monster match. Monster match. Tussenstand, het is leuk. Ik wil niet meer stoppen. TikTok, daar gaan we. Oké, okay. Dus ik ben oranje, jij bent blauw. Ja. We hebben eigenlijk alleen maar positieve reacties. Ja, dus het is ook een soort nieuwe generatie. Squash of zo, ja, toch? Ja, ja, maar het gekke is dus dat ook oudere mensen dit gewoon heel leuk vinden. Ja. Dus het is, je kan vanaf kinderen die een balletje kunnen gooien, ja, tot zeg maar dat je nog een paar passen kan zetten. Het is ook een trekker voor de sport. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Gaaf. Nou, ja. Gewoon hartstikke bedankt. Ja, nou, jij, ja, hartstikke leuk dat je langs, ja, was. Ja, zeker. En dank je wel. Bedankt voor je, ja, demonstratie. En, een klein beetje laten zien. Nee, echt goed squashen. Het ging echt heel erg goed. Ja? Je stond er echt goed te nikken. Je omgeving ook nog een Duits spelletje. Ja. Ja, maar ik denk dat ze wel een klein beetje hebben gedaan. Ja, ik denk dat het interactieve element het wel toegankelijker maakt voor meer mensen om te gaan squashen. Dat is wel leuk. Daardoor kan je het ook gewoon even een keer uitproberen. En het is goed zweten, dat is ook zo altijd een goede workout natuurlijk. Dus ze spelen en dus eigenlijk is het fun en workout tegelijk. Dat is wel gaaf. Ja, zeker. Dus ik
toeval weer twee duim omhoog voor deze. Zeker weten. En als je nou de video leuk vindt, like hem dan even hieronder, dat duimpje. En als je meer sporten wil ontdekken, dan kan je het YouTube-kanaal van Love to Workout volgen. En we gaan natuurlijk veel meer leuke sporten laten zien. Want squash is leuk, maar er is veel meer toe.